Manege Bruin in Huis Duinen vierde zijn 50-jarig bestaan met diverse demonstraties en een reunie van oud-leden. Het jubileum werd door veel mensen bezocht. Je hebt net een demonstratie gegeven. Kun je vertellen wat je gedaan hebt? Ik heb gesprongen. En hoe ging het vandaag? Ging goed. Ja. Is dit jouw vaste paard ook? Nee, ik spring meestal op een andere die ook meereed net. Maar dat meisje die daar op reed, die springt ook altijd op hem. Dus toen ging ik maar op deze. En is het een beetje een speciale dag vandaag? Nou ja, ik denk het voor de manege zelf wel. Maar voor jou gewoon? Ja, voor mij gewoon een soort wedstrijddag. Is het ook een beetje spannend of is dat dan weer niet? Het was wel spannend om voor zoveel mensen te rijden, maar het went wel. En hoe lang zit je al op paardrijden? Dat is een goede, vanaf mijn 7e. Dus dat is 7 jaar. Ja. Blijf je er ook mee doorgaan? Is dat echt is dat je droom? Ja, dat is wel mijn droom een beetje, ja. Vieren wij ons 50-jarig jubileum van Manege Bruin. En elk lustrum vieren we dat. En dit jaar was het natuurlijk speciaal 50-jarig jubileum. Dus we hebben het accent gelegd op echt oude mensen van vroeger. En met elkaar het weer zien en met elkaar praten. En daar hebben we echt vandaag op gelet. En het is, denk ik, lukt dat heel goed. Ja, het is behoorlijk druk, hè? Ja, het is lekker druk, ja.